In Oostende zeggen we ook, niet wok. Een wok is een Chinese braadpan, dat heb je hier in een Chinese restaurant. Maar het is ook. En in die zin, voor Sam is het heel moeilijk. Maar zijn bruis is echt. Als Oostende horen, hoor je direct dat is een bruiling. Petier. Sip, sip, zeggen ze er. Het is schip. Petje. Bootje. Niet bootje. Dus ja. Maar oei. En wie coacht ze dan? Ik. Is dat? Nee. We proberen allemaal een beetje te luisteren. En Sam is het wie die wel zelf op onderzoek gaat in Oostende. Je bent in Oostende. Die zelf op onderzoek gaat en met veel Oostendenaars communiceert zodanig dat zelf oefent en doet. En... Ja. Maar van wok en oog, ik wist dat niet. Is dat? Ja, nee, ik wist niet dat dat... Is dat die rechte ook? Ook. Ja. Is dat Oostendse oog? Ook. Dat klinkt toch niet West-Vlaams? Ja, wat? Ik heb dat ook gedaan. Ook gedaan, ja. Ja, ook. Ik heb nu ook gedaan. Wok is van, ja, Kortrijk en Roeselaar. Ja. Die streek niet van zie je. Er is maar een rare tol, hè. Wat, hè? Er is maar een rare tol. Oostende, hè. Ja, het is heet wat anders, hè. Ja. Allee, als je naar Gestel gaat, dus 5 kilometer, 10 kilometer buiten Oostende, is het heel, heel wat anders. In Oostende is het heel wat anders. De zij, het is niet de zee. Het is de zij. 1, 2, 3. Niet 1, 2, 3. Ja? En niet poort dat ook een beetje, dat Oostende, dat is met die visserie te maken. En toen hij naar Ripper gaat, heb je daar ook het wat van. Door je wat die wok en die anijn en die dingen, maar het zijn een aantal klanken die het zijn, maar dat heeft ook met de Nizer te maken. Handelsroutes. Mevrouw belt. Dat even moeten uitpakken.